In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Evie. En zij is pedofiel. Vertellen of verzwijgen? Vertellen. Fantaseren of blokkeren? Fantaseren. Hulp vragen of zelf oplossen? Hulp vragen. Stigmatiseren of bespreekbaar maken? Bespreekbaar maken. Jongetjes of meisjes? Jongetjes en vrouwen. Kunnen vrouwen pedofiel zijn? Ik zit hier. Ik ben pedofiel. Dus ik denk het wel. Het is wel minder voorkomend dan mannelijke pedofielen. Hoe is het dan om een vrouwelijke pedofiel te zijn? Voor mij hoort het er nu gewoon bij. Kijk, ik heb wel een aantal jaar hiermee gestruggeld. Maar op dit moment het is gewoon een deel van mijn identiteit. En hoort bij mij. En ik heb het geaccepteerd. Voordat ik erachter kwam dat ik zelf ook pedofiele gevoelens had, was mijn beeld bij een pedofiel ook een vies oud mannetje. Dat aan kinderen zat eigenlijk. Nou ja, dan kom je erachter dat je zelf pedofiel bent en dat je een vrouw. Nou ja, dat wist ik al natuurlijk dat ik een vrouw was. Maar dat is wel even schrikken inderdaad. Wat is er dan schrikken? Dat je die gevoelens hebt, want ik had daar bij mezelf nooit van. Ik was daar nooit van uitgegaan dat ik die gevoelens zou hebben, omdat het stereotype, de stereotype pedofiel is, een oud mannetje. En dan zit je daar als jonge vrouw en je komt erachter dat je pedofiele gevoelens hebt. Dat is wel heel vreemd. Zo van, ja, ik heb nou ook al pedofiele gevoelens, maar dan ben ik ook nog de enige vrouw met pedofiele gevoelens. Zo voelt het een beetje. Dus dan ben je al weg van de norm, maar binnen dat weg zijn van de norm ben je nog meer weg van de norm. Dat was heel eenzaam en dat was niet leuk. Maar je hoort dingen als pedofiel en pedoseksueel. Is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Kijk, ik ben pedofiel. Dat betekent dat ik pedofiele gevoelens heb. Dus gevoelens voor kinderen. En een pedoseksueel is iemand die handelt naar die gevoelens. Of seks heeft met een kind. Dus daar zit wel een verschil tussen. De een heeft die gevoelens, de ander handelt naar zulke gevoelens. Waarom zit je hier dan toch onherkenbaar als je eigenlijk niks verkeerd doet? Omdat er in de media toch veel verkeerde dingen gezegd worden. Termen door elkaar heen gebruikt worden. Online kom ik best wel veel haat tegen pedofielen. En er is nog zo'n groot stigma op pedofilie dat ik niet het risico wil lopen dat ik hierdoor bijvoorbeeld mijn baan kwijtraak. Wanneer kwam je erachter dat je pedofiel bent? Toen ik zo rond de 19 jaar oud was, kwam ik erachter. Ik kreeg gevoelens voor een jongetje uit mijn omgeving, mijn nabijomgeving, zo'n 5 jaar oud. En dat was echt heel heftig. Ik had heel veel vragen gelijk en vooral paniek. Ik weet niet meer precies het moment waarop ik het me realiseerde. Maar ik weet nog wel dat die periode, ik denk 2 of 3 weken, dat het echt heel onrustig was, dat ik me heel slecht voelde en dat ik dacht, joh, ben ik nou gedoemd om kindermisbruiker te worden? Want dat was mijn beeld. En het klopte niet in mijn hoofd, want ik was geen oud mannetje. Ja, het was gewoon eng en nieuw terrein. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik wist niet, moet ik hier nou hulp voor zoeken? Wat moet ik hiermee? Weet je nog dat je echt voor het eerst besefte of het voelde of zag je hem langs rennen of? Ik heb wel nou een vaag idee in mijn hoofd van hoe dat is, hoe ik dat heb ontdekt. En ik denk dat dat was toen ik met dat jochie omging en opeens ontdekte dat ik toch wel wat seksuele gevoelens bij hem had. En dat ik echt zoiets had van, oh, wat? Wat is dit? Dit is niet de bedoeling volgens mij. Dit is niet hoe dit zou moeten zijn. En toen heb ik ook gelijk afstand genomen van hem. Om eens te gaan nadenken over wat dit nou betekende. En in de weken daarop heb ik nog meer zitten nadenken en zitten zoeken over het onderwerp. En toen heb ik uiteindelijk een hulplijn gebeld. En die heeft mij, omdat ik toch wel bang was
om een kind te gaan misbruiken. Die heeft mij toen doorverbonden met een hele goede therapeut. Sta je zelf achter je verlangens? Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik heb deze verlangens, ik heb deze gevoelens. En of ik het nou wil of niet, ik zal ermee moeten leven. En wat dat betreft sta ik er nu wel achter. Maar vind je het erg dat ze er zijn? Ik heb er een hele tijd wel moeite mee gehad. Maar tegelijkertijd doe ik niemand kwaad met mijn verlangens. Het is een deel van mezelf. En als ik daar niet achter sta en dat niet accepteer, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Probeer je die gevoelens wel eens te onderdrukken? Er zijn momenten waarop er seksuele gevoelens naar boven komen. Waarbij ik denk, joh, dit is niet het juiste moment om hierover te gaan zitten nadenken. Dan onderdruk ik die seksuele gevoelens. Of dan verwijder ik me uit de situatie die zorgt voor die seksuele gevoelens. Wanneer maak je dan die afweging van, nu verwijder ik mezelf? Is dat als je al merkt dat je denkt, wat een mooi kindje? Of kan je dat nog prima denken? Als het voor mij de reden wordt om met dat kind om te gaan, dan stop ik ermee, want dan doe ik het niet op de juiste manier. Mijn gevoelens zijn wel voornamelijk seksueel. Wat dat betreft kan ik ze prima scheiden van mijn normale gevoelens als zus of als buurvrouw. En er zijn genoeg kinderen in mijn omgeving met wie ik heerlijk speel. En die het geweldig vinden als ik op bezoek kom. Maar als ik het ga doen om aan een eigen behoefte te voldoen van mijzelf, een seksuele behoefte, dan is dat verkeerd. En als ik merk dat ik op mijn procent daar naartoe ga, dan is het voor mij reden om te zeggen, joh, we gaan even iets anders doen. Gewoon om die grens heel hard te bewaken dat ik nooit per ongeluk iets raars doe. Heb je seksuele gevoelens voor ieder kind of heb je ook je voorkeur? Niet voor ieder kind, zeker niet voor ieder kind. Mijn voorkeur is sowieso naar jongens. Als je het hebt over waar val ik dan op, dan gaat het natuurlijk om de manier waarop ze misschien bewegen of hoe hun lichaam eruit ziet, hoofd, maar ook om wie ze zijn en hoe ze doen en hun gedrag en hun ontwikkeling. Dus wat dat betreft heb ik wel een soort type, ja. Maar dan in het algemeen, wat is er nou aantrekkelijk aan een kind? Dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat het iets is wat toch echt van jou is. En zelfs als ik het zo zou uitleggen dat alle pedofielen zeggen, ja, dit is het, Evie. Zelfs dan zou het nog niet begrepen worden. Ben je wel eens verliefd geworden op een kind? Ja, ik ben wel eens verliefd geweest op een jongen. Het is dan niet zo'n verliefdheid, maar meer gewoon echt hele intense, diepe gevoelens voor iemand. En dan ervaar je dus zo'n intens geluk, zo'n goed gevoel, en dan moet je daar gelijk zo, bam, hier gaan we niks mee doen. Ja, maar je wil wel graag bij hem zijn. Ik wil wel graag bij hem zijn en met hem omgaan en knuffel geven. En dat kan ook prima, maar verder moet je ook niet gaan. Je moet niet werkelijk met een kind seks willen gaan hebben of een relatie willen gaan hebben. Want een relatie met een kind is zo heel anders dan een relatie met een volwassene ook. Een echte relatie. Want in een relatie met een kind heb je heel weinig diepgang. Ik kan niet met een kind praten zoals ik nu met jou aan het praten ben bijvoorbeeld. En dat heb ik wel nodig in een relatie. Dus wat dat betreft is een relatie met een kind bijvoorbeeld ook off the table for me. En heb ik daar ook geen interesse in. Kijk, ik val ook op vrouwen en ik weet wel dat daar mijn toekomst ligt. Ik wil ook geen relatie met een kind. Heb je evenveel gevoel voor vrouwen als voor kinderen? Ik denk dat ik meer voel voor kinderen dan voor vrouwen. En ik denk dat die aantrekkingskracht zo'n 70% voor kinderen is en 30% voor vrouwen. Dus niet evenveel. Nee, maar het is wel echt een volle 70%. Ja. Die er wel is en waar niks mee gaat gebeuren. Ja, niks is een heel strakke term natuurlijk, want ik kan wel gewoon met kinderen omgaan enzovoort. Alleen op seksueel gebied ga ik niet seks hebben met een kind. Maar ja, dat is voor mij niet meer dan logisch om dat te doen, want ik wil geen kinderen pijn doen. Weet de buitenwereld dat je pedofiel bent? Een deel wel. Ik heb een vriendengroep die ik het heb verteld. En hoe reageren ze? Allemaal positief.
Die vriendengroep, die heb ik het allemaal in één keer verteld. Het was echt mega spannend. En het was ook heel impulsief. Lekker ook, om dit dan impulsief te doen. Ja, maar ik wist wel dat ik ze kon vertrouwen daarin. En waren er ook mensen die er slecht op reageerden? Ik heb zo'n 3 maanden gedate met een meid. Na 3 maanden dacht ik, nou, misschien moet ik haar ook maar eens gaan vertellen. En die had het er heel moeilijk mee. Want die zei wel gelijk van, joh, als jij ooit aan een kind zit, dan ga ik je aangeven. Het is een beetje een dilemma, want aan de ene kant wil je het natuurlijk zo snel mogelijk vertellen. Zodat de ander ook kan beslissen van, joh, wil ik hiermee dealen. Maar hoe zouden ze dan moeten reageren? Het liefst wil ik dat ze gewoon alle vragen stellen die ze zich kunnen bedenken. Omdat ik dan ook weet hoe ver zij zijn in het begrijpen hiervan. En omdat zij mij dan ook de mogelijkheid bieden om uit te leggen wat het voor mij betekent en wat het voor hun betekent. En hoe zij ermee om kunnen gaan enzovoorts. Hoe ga je om met het feit dat seks met kinderen strafbaar is? Er zijn andere manieren om dat op te lossen natuurlijk. En dan weet iedereen wat ik bedoel. Het enige wat ik daar verder over wil zeggen is dat ik geen seks heb met een kind niet op verkeerde plekken aanraak of met verkeerde bedoelingen. En ook in mijn slaapkamer geen beeldmateriaal met kinderen kijk. En verder denk ik dat dat gewoon goed is zo. Heb je wel ooit kinderporno gekeken? Nee, daar kan ik heel duidelijk over zijn, nee. Omdat je dat zelf niet wil of omdat je weet dat het niet mag? Allebei, ik wil het zelf niet. Wat voor aantrekking zit er nou in het kijken van materiaal van een kind dat verkracht wordt? Voor mij niks. Heb je ooit gehandeld naar je geaardheid? Nee. En ik ben ook niet van plan om dat te gaan doen. Daar is eigenlijk alles wel mee gezegd, denk ik. Ben je ooit nog wel eens, al is het 1% bang, dat je het wel doet? Ja, maar dat is denk ik vooral ook weer die angst die komt van de fase waarin ik het ontdekt heb. Maar is dat een realistische angst? Nu niet meer. Ik heb wel een tijdje gehad dat het gewoon echt heel slecht met me ging. Maar ook toen was ik zo bang om iets ermee te kunnen doen dat ik gelijk hulp heb gezocht. Dus ik denk ook dat het toen niet realistisch een angst was, zeg maar. Maar ik denk ook dat, hoe ik dat nu hoor, zit te ver gaan al bij jou in gedachtes. Het stap 2 zou zijn handelen, maar daar kom je al niet eens. Nee, klopt. Snap je dat andere mensen die angst wel hebben? Ja, kinderen zijn natuurlijk heel kwetsbaar. De meeste mensen houden enorm van kinderen en willen ze beschermen voor al het kwaad van de wereld. En ik had zelf ook in mijn hoofd dat pedofielen allemaal kinderen misbruiken. Dus ik snap het zeker wel. Je hoort ook in het nieuws pedofiel opgepakt voor kindermisbruik of wat dan ook. De meeste mensen associëren dat woord gewoon met misbruik van kinderen. Wat zou daarin moeten veranderen dan? Je hebt heel veel sites over voor jongeren, over seks, over seksuele aantrekkingskracht, over geaardheid enzovoort. En eigenlijk wordt er bijna nooit iets genoemd over het feit dat je ook je aangetrokken kan voelen tot kinderen. En ik denk dat wel belangrijk is om dat op zulke sites bijvoorbeeld wel te noemen. Ja, zelfs het startpunt ontbreekt nog. Ja, het hoeft ook niet heel uitgebreid te zijn als het maar kort benoemd wordt. Dat vind ik al een hele mooie eerste stap. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo. Hou jij eigenlijk van pindakaas met of zonder stukjes? Met stukjes is voor mij wel heel lekkerder. Ja, maar essentieel ook bijna.